Welkom allemaal bij deze video. Mijn naam is Ali. Vandaag ga ik met jullie de XRP chart bekijken. We zullen kijken naar de technische analyse. We zullen de XRP chart kijken tegenover de US dollar, tegenover de BTC pair. En daarna zullen we ook kijken naar wat nieuwsberichtgeving die zich hebben voorgaan in de afgelopen periode. Wat we kunnen verwachten en hoe wij op basis van de toekomstige prijs die zich voortzet op lange termijn, hoe wij dan daarop kunnen inspelen om ervoor te zorgen dat wij een goed rendement behalen. Alles wat ik jullie hierin vertel in deze video en de video's die ik maak is altijd hoe ik naar de markt kijk persoonlijk en wat ik daaruit kan interpreteren. Het dient niet als financieel advies, het is alleen voor educatief, voor entertainment purposes only. Dus wees altijd bewust van wat je leert, wat je hoort en wat je ziet. En dus doe altijd je eigen research voordat je een bepaald strategie gaan toepassen. Nou, laten we direct in de video gaan. Ik heb het een en ander al voorbereid voor XRP. Dat lijkt heel ingewikkeld, dus ik zal even dan het een en ander even weghalen. Even kijken, dan halen we dit weg. Dan halen we dit ook weg. Nou, als je eens kijkt naar de XRP-chart, dan zie je een bepaalde trend in terugkomen als je kijkt naar het verleden. Nou, de vorige all-time, de all-time high van XRP was de vorige cycle $3,31. En als je kijkt naar de vorige cycle, hoe deze prijs zich heeft opgebouwd, zie je dat XRP echt, wanneer hij een bepaalde resistance line waar die onder zit. Nou, dus bijvoorbeeld hier was 0,2 cent voor 833 dagen. Als hij daar eenmaal was uitgebroken, brak hij de resistance line, ging dit retesten en daarna vliegt hij letterlijk gewoon in de lucht. We kijken nu de chart op wekelijkse basis. Dus dan zie je dus dat hij daarna wordt gevolgd door consolidatie, consolidation fase en dan vliegt hij weer verder omhoog. Dus deze coin is wat ik kan afleiden uit het verleden, is het is een coin dat als die eenmaal outbreakt, dat die it's not gonna wait. Dus je moet altijd op, je moet van tevoren op tijd zijn ingestapt voordat je echt maximaal rendement zal behalen. En je moet ook heel veel geduld hebben met deze coin. Dus verlies het hoop niet. Ook al met de SEC lawsuit wat er nu aankomt en dergelijke. Dit is juist allemaal meer bullish nieuws voor mij vanuit mijn perspectief. Waarom? Omdat crypto iets nieuws is voor de wereld. En nu moet er ook regulations worden voor een wet en regelgeving. En als die eenmaal wordt goedgekeurd, dan zien wij dus dat XRP goede fundamenten heeft om in de toekomst toch een groot verschil te brengen op de manier hoe wij leven. Daarnaast wil ik jullie ook vertellen dat XRP op heel veel exchanges zijn gedealist. Zoals bijvoorbeeld op Coinbase. Dat heel veel investeerders niet in deze coin kunnen investeren. En desondanks zien we dus toch dat XRP in de top 10 van de cryptocurrency coins staan. En dat is natuurlijk heel mooi nieuws. Laat staan als deze coin de rechtszaak wint tegen de SEC. Hoeveel geld er dan wel niet in kan stromen in deze coin. Nou, laat ik dan even de aantekening weer terug erbij pakken. Je ziet hier dus een aantal fases wat ik heb ondertekend en groen heb gemaakt. Nou, de vorige, als je kijkt naar de chart van de Bitcoin, de Wall Street cheat sheet, zie je dus een bepaalde trend in voorkomen die gepaard gaat met de psychologie van de mens. En dan weet je dus van tevoren in welke fase het goed is om in te kopen, zodat je het maximale rendement kan behalen. Nou, zoals wij weten, weten wij dus dat Bitcoin ieder 4 jaar dus halveert. Dus dat betekent dus dat de cycle ongeveer 4 jaar duurt, zodat je maximaal rendement kan behalen en dan op tijd kan uitstappen. Deze theorie heb ik zelf geleerd van een andere YouTuber, die genaamd DIY Investing. Ik vind het echt een hele mooie theorie en dat verslaat echt bijna alle TA conclusies en onderzoeken en indicators die ik tot nu toe heb gezien en waar ik ook heel veel van heb geleerd. Maar het is namelijk zo dat in Bitcoin namelijk zo is geprogrammeerd dat ieder 4 jaar, dus oftewel ongeveer na 210.000 blokken, de reward wordt gehalveerd. En daarom zie je dus aan de hand van de 4-year cycle dat de prijs stijgt en de weer daalt. En deze cycle bestaat uit 2 jaar bull market, 2 jaar bear market, grof gezegd. En aan de hand van de situatie kan het ook natuurlijk in de cycle lengthening kan het dan ook verschillen. Wat ik jullie ook wel mee wil geven is dat Bitcoin en cryptocurrency in deze cycle, naar wat ik weet, nog niet mass adopted wordt, omdat er nog heel veel vragen zijn en nog heel veel regulations zijn. DeFi was ook in deze cycle nog gekomen. Dus dan weet je dus van jezelf, het is hoogwaarschijnlijk dat het niet zal gebeuren. Dus dan kan je dus een correctie verwachten na deze bullrun. Dus zorg ervoor dat je dan op tijd uitstap. Ik zal ongeveer rond november, december al gedeeltelijk winsten telkens pakken. De markt stijgt. En dan zal ik mijn best doen om met zoveel mogelijk winst te eindigen. En dat wil ik ook. De plan wat ik heb, wil ik graag ook met jullie bespreken. Zodat jullie ook hiervan kunnen profiteren. En dan ook met winst uit de markt kunnen gaan. Zodat we allemaal daarvan kunnen genieten. Dus ik gun het iedereen ook. Nou, laten we dan even teruggaan naar de chart.
Hier zie je dus dat de markt eenmaal begint te stijgen. En als hij eenmaal de stijging heeft gehad, dat een hele lange fase van anger en depression komt. En dat is juist de beste fase om dan in te kopen. Hier zien we dat ook terugkomen in de chart. We zien dat als de markt eenmaal is uitgebroken, zoals in 2017 wat je hier ziet, dat er dan een dalende fase komt. Dus in deze groene fase is het juist groen licht om in te stappen. En we zagen dat XRP toen onder een bepaalde prijsrange was, namelijk de prijsrange van 50 cent. En daarvoor was het ook nog onder 36 cent. Dus ik heb daar een resistance lijn getekend. En zo zie je dus toen XRP deze resistance lijn, wat je hier ook ziet, ga ik nu even tekenen. Toen hij de resistance lijn van 0,31 cent had doorbroken, begon die echt enorm te vliegen naar de resistance lijn van 80 cent. Daarna is die weer gaan corrigeren. En dan is hij weer verder gegaan en heeft hij dit weer geretest als een support. En dat zie je telkens gebeuren. De voorgaande resistance levels worden dan getest als een support. Wat laat zien dat er voldoende volume aanwezig is en voldoende traders zijn die bereid zijn om de coin te kopen voor een hoger prijsniveau. Nou, hier zien we dus het volgende gebeuren. Laat ik even deze chart openen. Nou, 0,95 gaat even uit. Deze gaat uit, deze gaat uit, deze gaat ook uit. Zo. Nu wordt het wat overzichtelijker voor jullie, zodat jullie ook makkelijk en beter kunnen volgen. Nou, wat we toen hebben gezien is dat de 0, de 50 cent level, 50 cent dollar, dat het ook een resistance line is geweest voor XRP. En op het moment dat we dat hebben doorbroken, zijn we toen uiteindelijk helemaal gevlogen naar, even kijken, met hoeveel procent, met 286% naar $2. Even afgerond gezien. Nou, wat zien we dan gebeuren? Wat de coin meestal doet, hij gaat de vorige resistance line als van 50 cent, gaat hij dan retesten. Dus het is logisch dat als een markt met 300% met zoveel procent stijgt, dat je dan een correctie kan verwachten. En dan zie je dus dat hij de vorige resistance line nu als support test en dan weer verder gaat. Dus dat is een gezonde teken dat de markt verder meer bullishness laat zien, dat hij nog meer potentie heeft om te stijgen in de toekomst. Nou, als we kijken naar deze trend, heb ik ook een curve getekend. Dat is uiteindelijk, je ziet dat de markt dan in een parabolic curve gaat. Zoals je dat hier ziet, uiteindelijk kom je toch echt in een parabolic curve terecht. En dat is ook een trend op lange termijn. Dus wat je hier ziet is natuurlijk de chart op weekly timeframe. En daar heb ik dan deze curve erbij getekend. Dus elke keer als je ziet dat XRP deze curve aanraakt, zie je dat hij telkens sprongen maakt. Dus dit is dan een goed moment om in te kopen. Dus wees dan ook niet verrast als XRP nog met een daling komt van 15% tot 15%. Want dan raakt er nog die trend aan. En dan is het juist een goede teken om dan in te kopen. Dus daar zit ik ook nog op te wachten voordat ik mijn positie eventueel, als ik dat wil aanvullen. Nou, we hebben dus gezien dat, even kijken, dat dit de vorige resistance levels waren van de vorige bull cycle. En die heb ik dan even doorgetekend. Dan kunnen we dus verwachten wat de volgende resistance levels zijn die we nog niet hebben doorbroken. En die dan eventueel kunnen worden geretest als support. Nou, wat ik hier zo heb gedaan is, ik zie dat de prijs in een grote symmetrical triangle zit. En als ik die prijs van de swing high naar swing low even recht trekken, dan kunnen we dus inschatten wat de breakout target is. En de breakout target komt bijna perfect aan als de vorige resistance line, wat we hier zagen. Dus dat is dan in ieder geval een mooi punt. Nou, de vorige punt is de all-time high. En als je kijkt naar de all-time high, zie je dus dat we nog heel veel rendement kunnen behalen met deze coin. Dus dat is dan dus een rendement van 205%. Dat heb ik ook hier zo uitgewerkt voor jullie. Dus dan weten wij dus, is het een goed moment om te investeren in XRP, ja of nee? Nou, ik zeg ja voor mezelf, want waarom? We hebben de vorige all-time high van $3 zijn nog niet eens doorbroken. Dus XRP is meestal ook een lagging coin. Dat ga ik je ook zo meteen laten zien in de Bitcoin pair chart. Dus we zien dus dat wij vanaf de vorige resistance line van 0,95 cent, dat we nog een rendement kunnen behalen van 141% en daarna nog 42%. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan is dat, even kijken, 241% rendement. Dus je kan je geld twee keer verdubbelen. Dus dat is mooi. Nou, wat is dan de blow-off top? Wat is dan de hoogste prijs in wat XRP deze cycle kan bereiken? Nou, ik heb de parabolic curve gewoon verder getekend. Ik kom uit op $6. Maar als ik dan de Fibonacci tool erbij pak, van de vorige all-time high naar de swing low, dan, als ik dat dan doortrek, dan zie ik de resistance level die wij kunnen verwachten op lange termijn. Dus rond december of zelfs in januari. Waarom zeg ik deze maand? Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Nou, na de $3, XRP heeft de prijsrange van $3,31 nog niet doorbroken. En alles daarboven is slechts
speculative market. Niemand weet wat de resistance lines zullen zijn enzovoort. Dus aan de hand van de Fibonacci tool kan je dus dan kijken wat de mogelijke resistance lines zullen zijn. Dat is 5,2, 8,4, 11,6 en $13. Dus je moet ook kijken naar psychological targets zoals $10 is een afgerond getal, 15, 20 enzovoort. Dus daar kunnen ook resistance lines zijn waarbij mensen dan toch ongeduldig worden en dan hun winst pakken en dan gaat de markt weer verder. Maar wat ik jullie wil mee vertellen is, wees voorbereid op wat er te komen, wat er zal komen. En zorg ervoor dat je alle scenario's in kaart brengt, zodat je voorbereid bent van elk scenario, zodat je ook tijdig kan handelen wanneer die scenario uitbleekt. Dus als bijvoorbeeld XRP vanaf nu opeens een enorme exponentiële stijging maakt van, weet ik het, 1000%, dan is het ook een mooi moment om een beetje winst te pakken. Maar niet alles, want je weet nog, de markt heeft nog meer potentie om verder te groeien. Nou, ik heb van andere technische analisten, heb ik dan gezien dat zij een target hebben aangehouden van $27. Hoe ze daar precies op komen, weet ik niet echt precies. Dus ik ben daar ook niet echt helemaal volledig van overtuigd. Maar ik heb het toch wel meegenomen in de video's. Zodat je kan zien wat voor maximale rendement je kan behalen in deze markt. Misschien denk je bij jezelf, ja, dat is echt te ver gezocht, $27. Maar dat dachten we ook in de vorige cycles. En dat ga ik je laten zien. Klik ik van hier tot hier. Even de chart uit. Zo. Perfect. Nou, dat zagen we ook hier in de vorige cycle. De XRP trade toen in de bull cycle van 2017 was XRP, even kijken, 0,006 cent. En wat is toen gebeurd? De markt is toen niet alleen gestegen met 4000%. Nee, de markt is verder gaan stijgen tot $3 zelfs. En zo zijn heel veel mensen dus miljonair geworden. Dus als je dan kijkt hoeveel rendement die de coin dan heeft behaald, dan zie je dus ongeveer, ja, ik kan niet echt precies trekken omdat het echt secuur werk is dit. Dus ik zal het even zo zetten. Zo. Dan zie je dus dat XRP een totale rendement heeft behaald van 36.000%. En dat klinkt, als ik jou dat zou vertellen, dat XRP 36.000% rendement zou behalen, zou je mij niet geloven. Maar de data laat zien wat de coin wel in staat is om te doen. Nou, XRP focust zich op transaction tussen de banken. Dus je weet ook heel veel hoeveel geld de banken hebben. Dus er is genoeg geld dat in kan stromen in deze coin. Dus als we dus aan de hand van deze data van het verleden dat kunnen toepassen op de data van nu, dan kunnen wij dus kijken van, dit is de all-time low, corona, tot $27. Dan gaan we even deze weer kijken of die er is. Is die aanwezig? $27, wat heb ik hem getekend? Hier zo. Dan is dat een rendement van 23.000% afgerond. Dus dan denk ik van, als ik de vorige metrics nu pas op de cycle van nu, dan is dit ook niet zo gek. Dus dit is ook wel mogelijk. Dus wees altijd hierop voorbereid, beste dames en heren. Ik ga het dan weer even terugbrengen allemaal. Hier en hier, hup. Ja. Oké, top. Nou, nog deze even activeren. Nou, dus ik heb dus aan de hand van deze resistance level, heb ik dus allemaal lijnen getekend waarbij ik kan verwachten van wat de target is en waar de eventuele toekomstige correcties, waar we dat kunnen verwachten. Nou, dat is dan even heel kort gezegd XRP tegen de US dollar. Nu gaan we de chart bekijken van XRP tegen de Bitcoin. Nou, als je deze chart bekijkt, heb ik het een en ander ook al voorbereid, zie je dus dat XRP twee pieken heeft gehad in de vorige cycle. Kijk, hier zie je dat 1 en hier zit dat 2. Nou, als we de chart van Bitcoin daarnaast leggen, ga ik dat nu ook met jullie samen doen live. Hier hebben we dan de chart van, even kijken, ik zeg, hier gaan we dan de chart van Bitcoin pakken. BTC USDT. Hier zo. Dus zie je dus, we gaan even terug in de tijd van 2017. Dat was dan hier zo. Kijk, dit wil ik jullie meegeven. Nou, als ik je ziet mijn muis dus op de chart van Bitcoin. Nou, als ik de muis dan hier over deze periode heen sleep, zie je het ook aan de linkerkant waar XRP is uitgebroken. Dus je ziet dat XRP voordat, even kijken, dus ik moet BLX pakken eigenlijk. Deze en deze moet ik hebben. Deze is veel beter. Want deze heeft meer historische data. Even kijken. Ja, precies. Kijk. Nou, hier zie je dus dat XRP was uitgebroken toen Bitcoin op de prijs was van $1200. Kijk, toen zag je de outbreak. Boom. Toen zag je dat. En toen vanaf dat betekent dus dat XRP Bitcoin heeft outperformed qua rendement. Dat het dus
aantrekkelijker was voor investeerders om in XRP te investeren dan in Bitcoin. Nou, uiteindelijk komt dan een correctie natuurlijk, dat is heel gewoonlijk, van 0,006 cent naar. Nee, als je kijkt naar deze satoshi, aantal satoshis, naar hier is natuurlijk logisch dat je dan een correctie krijgt. Even kijken hoeveel procent is dat. Nou, 3600% is logisch dat dan gaat corrigeren. Mensen gaan dan hun winst pakken enzovoorts. Nou, dan toen is XRP gaan dalen. En wanneer is XRP toen de tweede top gaan bereiken? Dat is toen Bitcoin al de all-time high had bereikt van 20.000. Dus dan weet je dus dat XRP niet geleidelijk loopt met Bitcoin. Dus het is niet echt als Bitcoin stijgt, stijgt XRP ook. Dat betekent dus dat XRP ook wel een beetje achterloopt, bij wijze van spreken. Ik noem het zeg maar een lagging coin. Dus wees niet verbaasd dat als Bitcoin dan bijvoorbeeld de all-time heeft bereikt van 300.000, dat hij dan corrigeert en dat XRP dan pas stijgt. Dus dat hebben we ook gezien in de vorige cycle. Kijk, hier was Bitcoin toen 20k en toen waren we nog niet uitgebroken bij de XRP chart. Toen Bitcoin toen een correctie had ondergaan van hoeveel procent? Van, even kijken, 40% en daarna weer is gestegen naar de lower high, toen zag je dat XRP de tweede piek had bereikt. En dat is het moment waarbij je dus kan zien van, hey, XRP is dus een coin dat, even kijken, ik zou liever deze chart pakken, USD, ja, dit is beter. XRP is dus een coin die niet geleidelijk om met Bitcoin. Dus dan weet je dus dat je kan verwachten dat de XRP wat een bullish outbreak heeft in de latere periode. Dus dat zie je dus in sommige altcoins die zullen hun piek bereiken wanneer Bitcoin al zijn piek heeft bereikt. Dus ze lopen een beetje achter. Dus dat wil ik jullie meegeven. Dus wees daar ook op voorbereid. Nou, wat hebben we dus nog meer bijzonder nieuws voor XRP? Van wat ik heb gelezen in de media heb ik gezien dat XRP 20 december op de exchanges van Japan wordt gelist. Dat betekent dus dat het meer beschikbaar zal zijn voor nieuwe investeerders. Dus dan kunnen we dus verwachten dat eventueel een breakout daaruit kan plaatsvinden. Dus dat is ook heel mooi. Dus daar kunnen we ook erg naar uit gaan kijken. En ja, nog steeds hebben we de zaak lopen met de SEC. Dat betekent dus alleen maar meer bullish nieuws in mijn perspectief. Want dat laat zien dat als eenmaal de SEC de rechtszaak is afgerond, als XRP dat heeft gewonnen, dat het groen licht is voor heel veel investeerders om daar massaal in te stappen. En weet ook dat al deze nieuwsberichtgeving in de media ook is allemaal gemanipuleerd, gecontroled. Om ervoor te zorgen dat de higher-ups een goede positie hebben opgebouwd voordat de coin weer verder gaat. Nou, we gaan weer even terug naar de TA van XRP. We hebben dus op de weekly timeframe gaan we ook even de indicatoren bij kijken. Nou, de stochastic RSI ziet er voldoende uit. Is het ook boven de 50 level? Dat is bullish. Nou, de RSI is boven 50. Nou, dat is goed. Stochastic RSI is aan de top. Dus we kunnen eventueel toch wel een daling verwachten. Waarna we weer een stijging kunnen verwachten. En de MACD op weekly timeframe ziet er ook gewoon heel gezond en bullish uit. Dus op langere timeframe ben ik gewoon nog steeds bullish. Nou, op de daily timeframe zien we dus dat de XRP onder de 50 level zit, dus we zullen het nog even moeten afwachten wat de coin gaat doen. Wat ik nog verder zie is, even kijken, ik zie lower lows, is ook aan de prijs, dus ik zie geen bullish divergence in terugkomen. Nee, dat is dus ook goed. Nou, ik zal het dan nog gewoon even afwachten met XRP, want hij zit nu ook momenteel in een symmetrical triangle te traden. Dat zie je hier gebeuren, hier heb ik dat getekend. Dus we kunnen dan kijken wat de uitbraak zal zijn. Is het of bullish of bearish? Dus Als het bearish is, dan kunnen wij een prijs verwachten van 90 cent. Maar mocht de prijs nog verder gaan dalen, is het niet erg. Zolang hij maar bij deze rode lijn, wat je ziet op langere timeframe, hier heb ik de parabolic curve getekend. Elke keer als XRP hierop bounced, zie je dat hij telkens weer verder gaat. Dus het is ook gezond als XRP daalt zelfs naar een prijs range level van 0,77 cent. Dus dan is dat ook een mooi signaal om in te kopen. Wees niet bang, wees niet te emotioneel. Het is gezond om dan weer verder te gaan. Dus wees daarop ook op voorbereid. En op smaller timeframe, ik zou het gewoon even afwachten. Tenzij je dit echt graag wilt traden. Dan, ja, dan moet je dat even zelf bepalen hoe je dat gaat doen. Welke strategie je zal toepassen. Voor nu zou ik gewoon even afwachten op de breakout van deze symmetrical triangle. En op basis daarvan kan je dan deze coin dan eventueel gaan traden. En je kan dan een rendement behalen van, even kijken. Als je dan gaat shorten met leverage van 1030%. Of gaat longen als hij naar positief uitbreekt. Met leverage keer 10 van 10% is 130% rendement die je kan behalen. Dus dat is in ieder geval mooi. Dus deze coin ziet er in ieder geval voor mij heel gezond uit. En goed uit dat hij nog meer bullishness heeft in de toekomst in deze cycle. Dus daar wacht ik ook nog op.
Ook al zijn al die andere coins uitgebroken, XRP is een lagging coin zoals je zag in de vorige cycles. Dus wacht gewoon geduldig op deze coin voordat hij een breakout maakt. Daarnaast wil ik ook nog zeggen dat XRP, ondanks het feit dat de prijs niet echt heel erg fluctueel is gegaan, heel erg bullish is gegaan, dat XRP ook heel veel partnership heeft gesloten met andere banken die in de vorige cycles niet waren. Dus dat betekent dus dat er nog meer geld zal instromen in deze coin als er eventueel positief nieuws uitkomt. En zoals ik al heb gezegd, we hebben heel vaak in het begin en in de vorige cycles gezien dat er heel veel negatieve berichtgevingen waren geuit over cryptocurrency en alle coins die worden getraind. Maar achteraf zie je dan dat het opeens weer bullish wordt. En ja, zoals we hebben gezegd, we weten dus dat de grote exchanges letterlijk de mediakanalen omkopen om dan ervoor te zorgen dat de markt zodanig beweegt dat het in hun voordeel uitkomt en dat zij dan een goede portfolio, een goede positie opbouwen en dan maximale rendement behalen. En dat wil ik jullie meegeven. Wees voorbereid op wat er zal komen, want uiteindelijk is het de retail, dit gedeelte Euphoria, Trade and Believe, dit gedeelte wordt meestal aangewakkerd door retail. En retail is niet echt op de hoogte van hoe het financiële systeem werkt. Ik ben ook nog retail, maar vanwege het feit dat ik die kennis heb opgedaan, ben ik toch wel blij dat ik weet hoe de markt werkt. Dit is dan mijn persoonlijke strategie wat ik dan toe zal passen. Met het traden van XRP en waar ik mijn rendement zal behalen. Dus ik zal elke keer, als hij de all-time high heeft verbroken, ik zal nog steeds geen profit nemen. Ik zal gewoon wachten. Als hij ongeveer richting $10 of $8 zoiets gaat, dan zal ik mijn winst pakken. En dan zal ik de rest van mijn portfolio weer verder laten gaan. Tot 20, 15 en als het eventueel naar 27 gaat, dan zal ik dan een groter gedeelte van mijn portfolio tokens uitcashen. Dollar cost average in en dollar cost average out. Dat is wat ik jullie mee wil geven. Zorg ervoor dat je wel als winnaar eindigt. Als jij als winnaar eindigt, dus met rendement eindigt, weet dan dat aan de andere kant iemand met verlies eindigt. Dus er kunnen niet alleen maar winnaars zijn. Dus het is een grote spel dat je eigenlijk bij wijze van spreken waar je aan participeert. Ik zal denk ik hierbij laten bij deze video. Ik wil niet al te lang gaan maken. Ik wil je graag bedanken voor jullie tijd en aandacht. Als je heel veel rendement behaalt met deze coin, je hebt een heel groot vermogen opgebouwd, je bent rijk geworden. Congrats, ik ben echt heel blij voor je. Vergeet niet, health is wel het, je gezondheid, je ogen, je benen, je kan zelfstandig naar buiten gaan enzovoorts. Dus vergeet, je hebt een dak boven je hoofd. Dus wat ik jullie ook mee wil geven is, als je rendement behaalt, vergeet alsjeblieft de armen en de weeskinderen niet. En de planeet en de dieren enzovoorts. Probeer daar ook een deel van uit te geven van je rendement. Zo blijf je altijd ook environment bewust om je omgeving. Daarnaast wil ik jullie ook, ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie tijd en aandacht. En as always, happy learning.